Goedemorgen en welkom bij Fit Challenge 3. Vandaag heb ik mijn vriendin bereid gevonden om mee te doen. Dus vandaag 3 oefeningen die je samen met iemand kan doen. Maar je kunt ze ook gewoon alleen doen als je niemand hebt om dat samen mee te doen. Je kunt met je broertje, zusje, vader, moeder, maakt niet uit. 3 oefeningen. De eerste is als volgt. Je gaat in push-up houding tegenover elkaar staan. En je gaat elkaar eigenlijk high-fives geven. Dus rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Heb je nou niemand om dat mee te doen, dan doe je hem op je schouders. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat doe je in totaal 10 keer, 20 keer of 30 keer. Het ligt eraan hoe enthousiast je bent en hoe veel energie je hebt om kwijt te raken. De volgende. Je gaat met de rug naar elkaar staan. Je gaat een beetje naar beneden door je billen zakken. Je draait om, geeft elkaar een high five. Draait weer om, geeft elkaar een high five. Hop. Hop, hop, hop. Dat doe je ook 10 keer, 20 keer of 30 keer. En dan hebben we nog de laatste. Dan ga je op je billen zitten. Zet je benen bij elkaar. Zorg dat je... En dan ga je rondjes om elkaars benen draaien. En dat doe je ook 10 keer, 20 keer of 30 keer. Dat is de derde oefening. En eigenlijk kun je ook alle oefeningen in je eentje doen. Dan doe je het gewoon zonder dat je iemand hebt. Maar het leukste is natuurlijk om een partner te zoeken. Wel het liefst iemand binnen je gezin. Want we gaan natuurlijk, als jullie goed geluisterd hebben naar het nieuws, niet zomaar de straat op en meerdere mensen uitnodigen. Niet meer dan 3. Ja? Succes!